Het is Emily de Forest, trouwens de winnares van het Songfestival, enkele weken geleden. Heb je het gevolgd? Ja, zeker. Ja, dat apart liedje en een leuk liedje inderdaad wel. Goede winnaar. Anouk was beter. Oh ja, vond je Anouk beter? Nou, Anouk heeft wel goed gescoord eigenlijk, toch, dit jaar? Dat, sowieso, Nederland heeft goed gescoord, moet ik eigenlijk zeggen, dan, het Songfestival. Dus ja, ze zong het ook echt supergoed. En toch nog redelijk wat punten hadden we. Ja. Ja, toch? Hey, voor de mensen die de Urban Top 10 willen horen, komt er zo direct aan. Maar eerst even groot nieuws natuurlijk. Germaine Verderoos in de studio, nieuwe single. We gaan hem draaien. Wauw. En het is inderdaad, het gaat dan om de single Building van Empty Dreams. Dreams, ja. Dus. En ja, het is natuurlijk standaard vraag, maar nummer, ben je een tijdje mee bezig geweest, denk ik, voorbereidingen? Ja, dat zeker. En ja, hoe ging dat? Hoe gingen die voorbereidingen? Dat was een behoorlijke uitdaging. Flink wat sponsors bij elkaar gezocht. En ja, ook natuurlijk een emotioneel gevecht gehad met mezelf. Van, ga ik het wel of niet uitbrengen? En ik denk dat daar het meeste tijd zijn. Want waarom zou je het niet willen uitbrengen? Waarom zou je het niet willen uitbrengen? Omdat het een waar gebeurd verhaal is. Mm. En dat is vrij persoonlijk. En ik had dat deels eigenlijk verwerkt. En dan vraag je je af van nou, wat daar was dit woord, wat vind ik over die persoon? En dat was het mij niet meer waard. Maar aan de andere kant dacht ik, als ik nou één iemand kan helpen, dan heb ik het best wel wat bereikt. En daar doe ik het voor. Okay, kun je iets over de tekst vertellen of is dat allemaal heel moeilijk uit te leggen? Nee, de titel eigenlijk zelf zegt Building on Empty Dreams is het feit, het fenomeen dat je verliefd op iemand bent en dat je erachter komt dat je dus op luchtkastelen al die tijd hebt gebouwd. Kortom, een eenrichtingsverkeer denk ik, in de liefde, daar komt het op neer. Weet die persoon dat dit nummer gemaakt is? Als die dat niet weet, dan komt hij daar pas en zeker af. Ja. Oké, dat is, laat het daar maar eventjes bij houden. Ik hoor aan je glimlach dat je er niet al te veel over wilt vertellen. Althans, het gaat om welke persoon het is. Ja, precies. Ik heb mezelf muzikaal gezien dan. Het, een beetje dance heb ik het omschreven. Er zitten wat aparte sampletjes in. Vertel even. Ja, dance pop noem ik het. Ik kan het eigenlijk zelf ook niet helemaal thuis brengen. Ik ben niet van de hopjes. Maar meer van laat het vooral op je inwerken en als het je wat doet. Dan waarschijnlijk zit je niet lang in je stoel. Mm-hmm. Kom je eruit en wil je uit je dak gaan. En daar is die ook echt voor bestemd. We hebben hem Koninginnedag hier en daar uitgeprobeerd. Zeker in Amsterdam. En het was geweldig om te zien hoe de crowd maar uit hun dak ging. Dat is echt een groot compliment. En uitgeprobeerd, kun je dat even uitleggen? Hoe bedoel je? Want dat... bepaalde DJ's die het meenamen en die het hebben gedraaid. Oh super, dat leuk. Dat was op Koninginnedag. Ja. Oh super leuk. Er zit ook een videoclip natuurlijk bij, maar die gaat pas de 28e de wereld in, hè? Ja. Dat duurt nog even, dat is dan inderdaad over acht dagen. Ja, een paar nachtjes slapen. Ja. En dan kan je hem wereldwijd overal op downloaden, alle download voor. Is er al iets spannends te vertellen over de videoclip? Of is dat radio? Weten. Nou ja, wat voor spannende dingen kunnen we erin verwachten? Het einde is vrij spannend. Okay. Dat weg. De emotie erin is absoluut echt. Dat had ik niet twee keer kunnen doen, denk ik, op die manier. Dus absoluut de dank aan degene die het heeft geregisseerd ook. Ruben Floyd. En wat kan spannend, wil je weten, alles is mooi, van de kleding tot aan de make-up. De dansers, mijn broers, spelen erin, Nick en Chris, waar ik erg trots op ben. Er zit een schaduwfiguur in, Frank Meijer, en dan hebben we een topmodel, Kim Uilenboek. Dus er zit van alles in, het is echt een verhaal. Ja. En dat is het verhaal ook echt geweest, en ik krijg grappige feedback over wat kleine details, dat niet klopt. Ja, doe even er zit snel. Een stroopwafel in, daar krijg ik vragen over. Een scène daarin en limoncello zit erin. En er was iemand die zei, nou dat had ik vervangen door champagne en ik had helemaal geen katikton genomen. Ik zeg, nou geloof me dat ik daar echt over na heb gedacht en dat zou er zeker niet uit zijn gehaald. Nee, oké. Maar die zitten er dus wel in. Ja, Oké, stroopwafels is bekend. Limoncello is misschien voor minder, dat is natuurlijk een Italiaans drankje, geel drankje. Ja. Lekker is dat trouwens. Vroeger werd dat alleen door vrouwen gedronken in Italië, want tegenwoordig mogen mannen dat ook drinken. Lekker spul is dat. Ja. Maar dat zit ook in de clip. Ja. Oké, spannend. Wat heb je trouwens met Italië of mijn opa is een van mijn opa's is Italiaans. Mm-hmm. En daar komt ook een achternaam vandaan.
Als mensen al iets met Italië hebben, dan hebben ze al één punt voor, maar dat is goed. Ja, maar even terug naar de single inderdaad, die Building on Empty Dreams. We gaan hem draaien. Ja. En spannend. Zuid-Oost-Brabant kan meegenieten.